Wat een spannende tafereel op het Museumplein. En kijk eens wie we daar hebben. Robert en Brink en zijn jongste dochter Suus. We mogen namelijk even meekijken bij het maken van een promotiefilmpje. Robert, waarvoor is dit precies? Er is een samenwerkingsverband tussen RTL en UNICEF. Die houden een grote actie de komende week. Schoon drinkwater. Nou ja, schoon drinkwater, dat klinkt dan heel vaag. Dat betekent dat 1 miljard mensen in de hele wereld dat niet hebben. En dan moet je niet denken aan een beetje viezig water, maar echt vervuild water. Is uitgerekend door UNICEF dat er om de 20 seconden als gevolg van dat vuile drinkwater een kind sterft. Actie! Ja hoor, de camera loopt. Dat gaat heel professioneel. Ook Suus zet zich lekker in. Wat vindt zij er eigenlijk allemaal van? Ik vind het heel erg dat heel veel kinderen altijd water kunnen drinken en ermee spelen en dingen ermee doen. En dat andere kinderen, als ze water drinken, er ziek van worden. Hé, wat gebeurt daar nou? Water drinken uit de vijver waar de hond in zwemt? Ik doe gewoon alsof ik ervan drink, maar ik doe het rietje wel in het water. Maar verder doe ik niks. Ik adem gewoon door mijn neus. Nou ja, gelukkig. Maar volgens mij staat het er bijna op. Eens even kijken. Zijn vader en dochter tevreden over de samenwerking? Zeg, en hoe vinden we het om dit samen te doen eigenlijk? Ja, heel leuk. Ja, hè? Ja. En dan willen we Lou nog even. Ja. Lou, wat vond jij er nou van? Lou, die gaat gewoon door, zodat ze meneer valt. Nou jongens, staat erop hoor. Een hoop werk, maar het was voor een goed doel.